zijn we tot heiligheid geroepen? De eerste vraag moet hier zijn: wat is heiligheid eigenlijk? Heiligheid is niet een bijzondere gave. Ze bestaat niet uit het volbrengen van buitengewone daden, uit het doen van wonderen of uit visioenen. Heiligheid is het doel van de heel normale ontwikkeling van ons christelijk leven, de ontwikkeling van de deugden, de praktijk van het gebed, de groei in de genade. Heiligheid is dus niet iets voor een select groepje, maar een oproep die voor elke mens geldt. We zijn allemaal geroepen de weg van de heiligheid te gaan. Dus, dat betekent de deugden beoefenen, bidden en groeien in de genade. Oeh, klinkt vermoeiend. En dat is ook zo wanneer de drijvende kracht ervoor ontbreekt. Zonder die kracht lukt namelijk niets. En wat is deze kracht? Wat is de motor van de vooruitgang op de weg van heiligheid? Het is de liefde. Zonder liefde lukt niets. Maar als we de liefde serieus nemen, dan beschermt zij ons tegen middelmatigheid. De liefde stopt namelijk nooit bij dat wat net voldoende is. Nee, zij heeft een heel eigen maatstaf. Een voorbeeld. Twee verliefden zitten op een bankje en praten met elkaar. Zou je dan de volgende zinnen in hun gesprek horen? Moet ik je dan morgen alweer zien? Als ik je één bloem geef, is dat niet genoeg? Moet het echt een hele bos zijn? Ik heb al vijf minuten met je gepraat, kan ik nou eindelijk gaan? Nee, zulke zinnen zul je bij verliefden zeker niet horen. Want liefde zoekt niet het minimale. Ze zoekt niet wat net voldoende is. Nee, de liefde wil de volheid. Ze wil het beste voor de ander. Ze wil de ander plezier doen. Ze stelt geen grenzen. En precies daarin zien we waarom de liefde ook de kern van de christelijke moraal en het christelijk geloof moet zijn. Zolang ik in mijn relatie met God altijd alleen maar vraag: Moet ik echt op zondag naar de kerk? Of moet ik nu weer tijd nemen om te bidden? Dan heb ik een probleem met God, maar geen levende relatie met Hem. Maar juist tot zo'n levende relatie met God zijn wij allemaal geroepen. En alleen degene die lief heeft zal zich werkelijk aan de geboden houden. Alleen degene die van Hem houden vragen zich af wat God in zijn of haar leven wil. Alleen degene die van Hem houden zullen proberen om Gods liefde te beantwoorden. De liefde rust niet totdat we in volle verbondenheid met God leven. Ze is de motor op de weg van middelmatigheid naar heiligheid. Elke christen die dit niet alleen in naam is, wil daarom heilig worden. Hij weet wel dat hij zwak is en een zondaar, maar hij zal daarmee nooit tevreden zijn. Hij zal nooit zeggen dat de middelmatigheid voor hem genoeg is. Heiligheid is zijn doel. Het is het doel waartoe wij allen zijn geroepen.